dit alles gebeurt in... Yes, thank you, thank you, thank you, thank you. Ja, vaak genoeg reek langs hier. Is dat toch? Vaak genoeg heb ik over deze plek gehoord. Is dat toch? De welbekende Intercity. Maar vandaag zijn we hier voor Marsha Ju. De welbekende Marsha Ju, ja. Oseka Olotide. Ze gaat zingen. Plus dat gesprek voeren met ons. Hier in Tapa Bankstel. Is dat vast aan Egotok? Live band. Nanga Marsha Ju. Op de bank. Laten we gaan kijken en luisteren naar deze Marsha Ju. Is dat toch? En je merkt het. Voor de beste mode is het nog steeds dresscode. Nergens anders. Is dat wat toch? Die weten we al eens. Nou een soundcheck. Wat ga je voor onze Marsha klaarmaken? Ik ga een lekkere banana daiquiri maken. Een banana? Daiquiri. Speciaal voor haar? Jawel. Dat heeft geen bijbedoeling. Oh. Mag voelen samen voor jou? Ja, natuurlijk. Oké. Dus dan ga ik even nu dat gesprek met haar voeren, dat dadelijk hier zit mijn potie. Helemaal. Ja? Marsha. Hoi, Simpel. Hoe gaat mijn schat? Lekker met jou. Ja, je ziet er schattig uit. Dankjewel. Jij ook. Dankjewel, Baya. We zijn straks terug. Geniet mee van de superleuke Telesuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met eTopUp. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. Sms bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telesuur, keeping us in touch. Ja, en we zijn terug. Welkom Suriname. Welkom Marsha Ju, nog een keer. Dank u wel, nog een keer. Marsha, waarover heb je zo net gezongen? Want ik zing ook, ik zeg misschien. Plus Atta. Simpel. Je bent nog wat niet. Ja. Is er even hier een show? Een show. Dus dat moment is dat a dansvloer. Zo showtime. Ja. Oké, laten we vanaf het begin beginnen. Wat is je volledige naam? Marsha Ju. Dat alleen, nog een tweede en minder. Nee. Oh, serieus. Wanneer ben je geboren?
9 februari 76. 76, dat wil zeggen je bent nu? 43. 43, en dan leek je op een meisje van 23. Maar serieus, je hebt een baby gezicht. Meent u dat? Ik serieus, 23. Uh-oh. 23-jarig meisje zit bijna naast me. Dank u wel. Terwijl naar 43. Ja. Wie zijn je ouders? Mijn vrouw, ze heet Satonisi. Mm-hmm. En mijn vader, die is er niet meer. Oh. Ja, die heet Wadosu. Hoe lang terug, zei hij? Dat was ik toen 13 jaar, dus jong. Je mist hem niet? Heel veel. Serieus? Ja. Oké, waar ben je opgegroeid? Menkendam. Mm-hmm. Menkendam. Ja. En hoe was het opgroeien daar op Menkendam? Want het is eigenlijk net hier aan de overkant. Ja. Ja, prima. Ben je nog steeds daar? Nee, ik ben nu volwassen. Baya. Wat is het ergste dat je daar op Menkendam hebt meegemaakt? Zo. Toen ik een... ik denk een 11 jaar oud was, waren er dieven gekomen. Thuis bij jou? Nee, aan de overkant. Wacht, even ras met die bananen. Alsjeblieft, een banana daar. Maar dat zei die putte bananen zo dan. Nee. Een dolfijn. Laten we proosten. Proost. Even. Ago? Ja, dieven. Ai boy, simpel. Maar daar kwam ik net van school. Dan zag ik die meneer zo met een mes. Als ik toen, Isabi, mijn bepching, mijn logo was in zee. Maar de mevrouw aan de overkant, toen de politie waren gekomen, zei die mevrouw van, er is een meisje hier. Zij heeft die dief gezien. Oh. Ja, zijn die agenten bij me gekomen. Ik heb gezegd nee. Mijn moeder heeft me gezegd, ik moet zeggen nee. Heb maar je moeder had je echt gezegd om nee te zeggen? Ja. Oh, dat heb je ook nee gezegd. Ik heb gezegd nee. Ik heb me gevraagd van... Kom. Ben ik dichter bij hem gegaan. Ik heb gezegd van... Later moet je aan mijn kodem lukken en visa ben. Want dan hebben ze in tussentijd 2 mannen aangehouden. Dus 12 uur middernacht... waren de agenten bij de deur bij mijn moeder. Toen ze hebben geroepen, ben ik gekomen met een kleine onderbroekje zo. Ik dacht van, oh. Heeft die agent me gevraagd van, ken je deze meneer? Ik zei van, nee, beambte. Ik ken hem niet. Draai make-up, tjilukuyo. Uh-huh. Ik zei, om gaan keren. Kijk, mannen. Oh, je kent hem niet. Nee, meneer, ik ken hem niet. Hoe oud was je? 11, ja. 11, dan was je al zo slim. Ja. Eh? Heeft hij gezegd, oké, is goed. Imali no sabing, komt wel goed. Toen we naar binnen zijn gaan, mijn moeder zei van, meisje, inai teke taki. Fami bali, toch hier go piki. Zei mijn moeder van, ja, laat ze hem opsluiten. Ja. Als er deze rood in jawel. Oké, Marcia, waar wou je niet gaan logeren? Waar ik... Bij welke tante of bij welke oom wou je niet gaan logeren? Nou, ik was... Geen idee hoor, ik was bij elke mensen van me was ik welkom. Ieder, ze waren gewoon lief. Mijn best toe me zien, weet je. Dus ik was een beetje spak slaag toen ze een neef van me. Dat ben Jimmy Fomfo wel. En die was thuis bij me. Oh. Dus mijn bab nog was even goed. Maar bij mijn oom en tante en dergelijks. Waar ben je op school gegaan? Een lagere school, Sint Duna school. En Sint Cecilia school. Een school. Ja. Dus nog een keer? Sint Letuina school. Letuina en de? Sint Cecilia school. Sint Cecilia school. Ja. Oké, had je een bijnaam daar op die scholen? Nee. Je hebt een bijnaam? Nee. Was je altijd zo vol? Nee. Serieus, ik ben mangri?
Hele mooie meisje. Serieus? Ja. Maar je hebt zo net gezegd, de Cecilia School, daar ben je gestopt. Ja. Waarom heb je de school niet afgemaakt? Hoor, na de break. Geniet mee van de superleuke Telesuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met e-top-up. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. Sms bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telesuur, keeping us in touch. Goedemiddag, papa. Are, Sanwa Nibai. Ah, mensen, hoe Evert, papa? Evert, wie maakt je dit? Nee, je post dan direct op mijn papa. Srut, Evert. Evert voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur morgens tot 4 uur. Papa, behoed, lobbykade. Ik ga bijen allemaal. Are, oma, ajaai. Hai, behoed. Frut, frut, eten. Versnellenkeuring. Frut, frut, over. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606. Kies je voor kwaliteit, dan kies je voor Trends America Supercenter. Naast dranken en voedingswaren hebben wij diverse keukengerei en tupperware van de merken Tramontina en Panelux. Ook zijn we gespecialiseerd in Braziliaanse producten. Apparatuur en materialen nodig voor gebruik in het binnenland? Bij ons heeft u ruim de keus. Ook de gouddelvingsector voorzien wij van alle benodigdheden en onze impactservice maakt transport van goederen nog gemakkelijker. Bezoek ook onze drogisterij met onder andere een ruim assortiment aan haarverzorgingsproducten. Trends America Supercenter en drogisterij. Anamoestraat 40, telefoon 550774. Ook te bereiken via de Dobroestraat met ruime parkeergelegenheid. Van het milliliter.
echt als een thuis aan wanneer je een wooninrichting hebt die bij jou past. Een wooninrichting die niet alleen mooi is en functioneel, maar ook een van goede kwaliteit en betaalbaar. Morvan's Outlet heeft Europese outletmeubels en woonaccessoires van topkwaliteit tegen de scherpste prijzen. Salontafels, kasten, sofas en nog veel meer. Met de juiste woonstijl voel je pas echt thuis. Morvan's Outlet. It's good to be home. In. Marcia, we gaan door. Ja. Hoe waren we gestopt bij je en waarom ben je school niet? Serena is klaar als score. Oké. Okay. Niet dat ik het privé wil houden. Mm-hmm. Maar gewoon door bepaalde omstandigheden. Probleem. Ja. Je noemt het over in. Niet dat. Ik ben niet opgevoed door mijn moeder. Oh. Ja. Door wie ben je opgevoed? Mijn tante, een zus van mijn moeder. Waarom ben je niet opgevoed door je moeder? Nee, het is gewoon niet zo. Ik moet gewoon de rest van je gie. Want ze of mijn broer op Chimeka Kwiki. Hoor, welke stam ben jij? Okaner? Ben je Okaner of Saramakaner? Okaner. Okaner. Ja. Oh, zo hoort het bij die Okaners, no? Ja. Oh. Ja. En dan konden ze het niet meer permitteren of hoe ze niet was scoren? Of je bent weer scoren? Eigenlijk, ik wilde naar mijn moeder toe. Dat was het. Je woont van Menkendam naar je moeder. Ja. Waar was je moeder? In het binnenland. Waar van het binnenland? Godolo. Hé? Je bent ook Godolo? Ja. Nee, door Godolo? Helemaal. Oh. En hoe was het op Godolo? Per nasi is dat weer eenmaal gezellig. Ik ga Godolo, ik ga roken of gewoon zwieren? Gewoon. Ik ben niet lang gebleven. En dan ben je weer naar de stad gekomen? Ja. En dan ben je gaan werken? Nee. Wat ben je toen gaan doen? Ik was toen volwassen. Dat want ik hier volwassen, dus ik go tik man. Ja? Simpel. Takangami. Look nou, Marcia, ik ga eerlijk zeggen hoor. Die man je tak naar telefoon. Je bent ook flexier, soms zijn we hier. Nee, echt niet. Oké, Jimatori, wat is gebeurd nadat je van Godolo bent gekomen? Soms zijn we. Zijn er kinderen? Jawel. Hoeveel kids? Twee. Met wie? Met die man die ik nu heb.
Waarom lacht u? Wie is die man? Zeker heer Ramon Pika. Pika? Ja. Vanaf je met hem bent begonnen, tangano idanga manati. Ja. Ja, en dat is een lieve man? Ja. Hoe oud zijn die kinderen? Eentje van 11 en eentje van 7. Marcia, op welke soort mannen, type mannen val jij? Nou. Hij was simpel. Sana lapo dat niet. Nou. Ik weet niet hoor, het hangt er vanaf. Je moet netjes zijn. Niet te... Slank, dik. Oh, niet te dik, want ik ben al dik. Dus if you too dik, go dan. Met dat zo bijvoorbeeld. Bovallen de prijzen. Is je begint te zien. Hi boy. Wacht, pe rasta de. Pe orgu rasta de. Rasta goe. Bagomang. Bagomang ko even. Zo'n type bijvoorbeeld. Luku bagomang. Bagomang bijvoorbeeld. Bagomang boerderij. Mag ik even wat voor je laat voor je stak naar Bakoman, Masra? Nee. Oh, niet, no? Nee, hij is er niet. Vertel me een beetje over je relatie. Met hoe heet hij weer? Ramon. Ramon. Vertel me een beetje over je relatie. Wat doe je met Ramon? Pokustrati. Pokustrati? In wat dan? Ja. Hij was fan. Ik kende hem niet gewoon. Ik ben niet op het podium, de shaman. Nee. Die mensen zeggen dat ik op het podium moet, want daar moet ik naar mij. Dat ik van, hier daar zo wil je nummer hebben. Ik zei van, oké. Ik dacht van, naar Pukutori. Heb ik het doorgespeeld. Andere dagen van, lag ik te slapen. Heb ik een huisnummer gezien op mijn mobiel. Heb ik opgenomen. Ik dacht van ja, naar Aheervo is dit niet. Dank je, oh, oké. Okay. Ik vroeg me van, je hebt wel Masra. Ik zei hem van nee, ik ben vrijgezel. Dank je, oké. Okay. We beginnen babbelen. Hij belde me de hele dag. Dus door het bellen, hoe kon ik Gwenty voesreffen? Dat ook om het. En hoe lang al? Dit is de 13e jaar. 13 ja. Jaren. We kiezen Robi. Af en toe. Waarover kunnen jullie ruzie? Je weet hoe mannen zijn. Jaruzo. Nee. Je zegt niet een type. Jaloers type. Hij is gewoon een lieve weer hoor. Mijn naam is Jamang. Hij is lief. Omgekeerd doen jullie Jaruzo dat bij man? Ja. Zang kan make you can Jaruzo dat bij man? Mino jarusu tapamang, mo jarusu if once na ekong tapamang. En dat vind je plaats, kwa? Heb je al moeten vechten voor dat? Nee, ik vecht niet. Je vecht niet, nou? Nee, hoe, ik handel met die man thuis. Oké, dan hoe pak jij het aan? If je een dame, want die takas aan niet zakba toch een dame kontap engba. Ja. Hoe pak jij het aan? If je een dame kontap eng, fa je pak je aan? Je bedoelt? Ja. Nu hier zo? Nee, dus yang en goin wan dansi, da man kong, da wan dame kong, kon chanting. Fa yo pakken aan. Want itaki yun efeti toch? Oké. Fa yo pakken aan. Hij ziet het gewoon in mijn ogen. Wat ziet hij? Hore. Na de break. Geniet mee van de superleuke telesuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met eTopUp. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. Sms bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telesuur, keeping us in touch. Goedemiddag, papa. Are, staan we niet bij. Ah, mijn soepoe Evert, papa. Evert, niet met idee. Nee, jouw post doen, die werd goed, papa. Srut, Evert. Evert voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets.
service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4 uur. Papa, behoed, behoed, lobbykade. Ik ga bijen allemaal. Arre, oma, jij. Hai, behoed, behoed. De snelle keuring. Frit, frit. Over. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606. Kies je voor kwaliteit, dan kies je voor Trans America Supercenter. Naast dranken en voedingswaren hebben wij diverse keukengerei en tupperware van de merken Tramontina en Panelux. Ook zijn we gespecialiseerd in Braziliaanse producten. Apparatuur en materialen nodig voor gebruik in het binnenland? Bij ons heeft u ruim de keus. Ook de gouddelvingsector voorzien wij van alle benodigdheden en onze inpakservice maakt transport van goederen nog gemakkelijker. Bezoek ook onze drogisterij met onder andere een ruim assortiment aan haarverzorgingsproducten. Trans America Supercenter en drogisterij. Anamoestraat 40, telefoon 550774. Ook te bereiken via de Dobroestraat met ruime parkeergelegenheid. Van het milliliter. We zijn terug. Hey, Atamine, kiedreer, ik kan. Spam en baga. Aha. Marcia, we waren gestopt bij je ogen als hij naar je keek. Nou, je weet, kan de voeding, want dan is die appressie druk. Dan ga je niet gelijk opmerken dat er wat aan de hand is.
Maar is dat een man aan een man kan die je denkt van wat is hij? Dan kan die je tegen een wakker even. Dan zie je van hé, hey, snap je nu netjes. Begrijp je? Dan ga ik niet dichter bij hem staan, moet ik gewoon afstand even. Dan ziet hij het, als hij naar me kijkt, ziet hij gelijk dat hij vandaar moet gaan. Jima luku Eva. Kom luku even werkelijk aan mijn drip mopo direct. Jima luku. Oké, if a saptak na wan verkeerde sani adi bezig. Da o dribi. No, jima luku, aluku mi wansi, aluku de elu keng. Boy, ik weet niet, dat moment gaat bepalen. Je na kwans kerai? Nee. Hé? Hey! Hey! Wat nou wat ja? Maar alle dansi, alle de dansi ik kom mee. Alle de soirée optreden. Met mij? Ja. Nee. Af en toe. Oh, af en toe. Ja, maar niet vaak. Oké, ik ga nog met over Ramon. Laten we gaan praten over je muziekcarrière. Ja. Wanneer is dat begonnen? Wanneer heb je opgemerkt dat je kan zingen? Oh. Sinds toen ik schoolgaande was hoor, want ik zong voor mijn school. Ik zong voor de kerk. Oh. Ja. Maar waarom ben je niet gebleven bij de kerk? Boy. Ik weet niet hoor. Misschien is het nog niet zo ver dat ik er moet blijven. En wat was je eerste band? Welke was je eerste band? Masanga 2000. Strana 2000. Masanga 2000. Oh, Masanga 2000. Ja. Daar ben je als voorzanger begonnen. Ja. En welk jaar was dat? Iets van 13 jaar terug hoor. Dat is die tijd van Ramon. Ja, precies. maar kan je eerste optreden nog herinneren? Ja. De eerste optreden op het podium? Ja. Waar was dat? Het was in Grunjari. Oh, Grunjari? Ja. Hoe was het? Want mis heb het, hè? Eerste optreden, je senuwe, je brokos weet die alles ontstaan in, goed op het podium, de bouw karin en nu. Dankjewel. De bouw karin en nu. Dan go, ijsbreker. Hoe was het? Geef me vier in dat. Zo. Is dat voor zo goed op het podium, we doen bepaalde oefeningen. De mij leg je uit dat van, hey, wanneer we zo gaan, Yoshi, om eens maar. Dus het is niet te slecht gegaan. Weet je, Grunjari heeft een soort echo. Dus op de piste met Biggie zingen, dacht ik van, moet ik naar beneden zingen? Of toen zeiden ze van, nee, zo is Grunjari. Dus met Charin Waka. En als Paolo met Spang. Direct Spang. Was op. Schrijf jij je pokoe zelf? Ja. Waarvoor schrijf je graag? Liefde. Waarom liefde? Nou. Alibi naar lobby. En ik ben waterman, hè? Waterman, ik weet niet hoor, maar mij waterman. Lobbytory moeilijk. En hoe ga je om met je populariteit? Want je bent ontzettend populair, maar je bent op Facebook, om mensen maar je big up. Hoe ga je om met je populariteit? Zo. Zoals het moet hoor, vind ik. Je netjes gedragen. Je moet gewoon vriendelijk zijn. Op professie. Maar voor Apoko Libi, iemand Libi wel? Je bedoelt, nou... Ja, toch wel hoor. Ik kan takimi in Libi Poko. Oh, in het doen want trouw ook al zei Poko. Zijn zo alle wiki je play? Jawel. Huisfeest of organdansie? Jawel. Huisfeest? Alles, organdansie, huisfeest. Want misschien heb ik hier gevolgd op Facebook. Ja. En ik heb gezien bijna alle flyers. Je bent ontzettend populair onder die marons. En bijna alle flyers met Marsha Ju. Komt vaak voor. Wat kost zo een optreden van Marsha Ju? Zo, ik doe het per set. En mijn set is 1,5 uur. Dan ik zeggen 2 uurtjes. Maar in die 2 uurtjes heb ik 1,5 uur pauze. Maar als ik misschien ergens anders moet optreden, dan minuut ik af 4 uur. Ik speel gewoon 1,5 uur, 3 dagen weer. En dat kost 1700 SRD. Ja. Maar Marsha,
Kijk, in je muziekcarrière, je bent al 13 jaar bezig. Ja. Toch? 13 jaar bezig. Kan je nog heugen waar het een keer verkeerd is gegaan? Ik ga helemaal vol. Tak, je schrijft niet op tak, samp, sadja, zo. Niet echt hoor. Niet echt, omdat de meeste mensen die naar die plek komen, zijn ook lieve mensen. Mm. Dus we hebben een goede band. Ja, ik heb de biggest met actieve naar het tongo, ik kies trobi. Maar seconden zijn we weer goed. Mm. Dus nooit wat we maken van jazz, balk onder je, is dat toch? Nee. Proberi. Nee. Jarusu. Nou, ik heb het nog niet opgemerkt. Ja. Marcia, laatste vraag. Wat kunnen we verwachten van Marcia Ju? Of nee, laat me het anders vragen. Wat kunnen we nog verwachten van Marcia Ju? Dat we tapu. Alles aan zakken kan eten. Alles aan wie magi eten magi. Jullie mogen heel veel van mij verwachten, want ik heb ze in me. Je hebt ze in je? Ja. Zo, Marcia Ju, wij hebben ook wat voor jou. We hebben een heleboel voor jou. Ja, we beginnen met Telesuur. Je krijgt van Telesuur 50 SRD aan beltegoed. Dank u wel. Ja. Dat wordt digitaal opgewaardeerd. Je krijgt van Riffus Wars hoekje, krijg je 50 SRD aan Wars. Dus je lang aan Wars. Eten. Ja. Je krijgt dit. Tijdens het optreden kan je gezicht lekker vegen met zo'n handdoekje. En je kan lekker FIFA water drinken. Dit is water met een prik. En ze hebben verschillende smaken. Dankjewel. Ze hebben ook nieuwe smaken. En je krijgt van Transamerican, dit kan je met Ramon. Lekker romantisch. Op Godolo gaan drinken. Jere Marcia. Dankjewel. En van Simply. Abre de Wingri daar aan de La La Roekweg. Ja, krijg je die. Wat heb je gemaakt, klaargemaakt, Jamal? Spaghetti met gehaktbal. Heerlijk. Heerlijk toch? Mijn favoriet. Ja, dat is van Simply. Maar voordat we naar die spaghetti gaan. Gaat Atta ons even laten shotten. Een lekkere shooter. Speciaal voor u alstublieft. Ja. En u krijgt nog van Mix & Serve deze twee sleutelhangers met onze naam en nummer. Als u iets te vieren heeft, mag u ons altijd contact. Dankjewel. Ik ben Rick. Oké, dan gaan we proosten. Eén hit. 1, 2, 3. Shotten. 1, 2, 3. Direct erin. Hai. Jamal, is Jamal ready? Ja, Marcia. Oh my god. Ik moet nu hier eten. Ja. En dat is van mij. Jamal wil twee keer lopen. Dank je wel. Dank u. Marcia, jij mag alvast happen. Dan ga ik afsluiten. Trouwens, je kan één hap nemen, want dan ga je snel. Wanneer ik klaar ben met afsluiten, dan gaan we afsluiten met de band. Dat is hier tataranantang. Jera. In Alive. Dat was het voor deze keer. Jullie hebben het allemaal gehoord van Marcia Ju. Ze heeft geen derde naam. Het is gewoon Marcia en Ju. Ja, weet je. Ze heeft een 13 jaar lange muziekcarrière. En ze zingt alleen maar over liefde. Ja, weet je. En dan hier no one tratal. Zo zo lobby Ramon. Ja, weet je. Laten we deze dame, deze jonge dame, 43, maar ze lijkt op 23, laten we haar blijven poweren. Ja? Jere, miwajere, en moro langa. Marcia, heel veel succes. Dank u wel. In je muziekcarrière. Dank u wel. Ja? U ook. Smaakt het goed? Jawel, heerlijk. Heerlijk toch? Mm-hmm. Het is van Simply. Mooi. Het is op zijn Italiaans. Spaghetti. Hallo. Ja. Ja. Ga je voor me zingen? Nu, ne? Ja, je mag het even op tafel zetten. Ik moet mijn flesje, jongen. Je zingt even, ja, ik kan klaar en Anja dadelijk goed door. Ja, je kan het mute, is aan gemute. Je kan daarmee gaan.
Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. SMS bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telesuur, keeping us in touch.